Wie van jullie weet wat een onomatopee is? Nou, in de Nederlandse taal is dat een woord waarvan de betekenis ook terugkomt in de klank. In het Engels is het woord waft daar bijvoorbeeld een voorbeeld van. En waft gebruiken ze bij Rolls-Royce om het karakter van hun auto's te omschrijven. En als je het uitspreekt, dan hoor je ook wel wat ze daarmee bedoelen. Wafting. To waft. Zweven, glijden, elegantie, souplesse. Maar wat nou als je wel gecharmeerd bent van het karakter en de uitstraling van een Rolls-Royce, maar eigenlijk niet zou zitten wachten op dat gewaft? Volgens Rolls-Royce bestaan er mensen die daar last van hebben. En daarom hebben ze een nieuwe lijn in het leven geroepen, deze Black Badge. In deze Wraith heb je bijvoorbeeld nog steeds alle luxe die je van Rolls-Royce gewend bent. Je zit in een auto die onberispelijk in elkaar is gezet en je hebt zo'n heerlijke V12 voor je voeten. Maar je hebt een zwarte Spirit of Ecstasy, een zwarte grill. Zelfs het klokje hier aan boord is donkerder dan in een normale Wraith en je staat op 21 inch grote zwarte wielen. Maar de filosofie achter Black Badge gaat dieper dan dat. Nou, ze zeggen zelf in Goodwood dat ze een jongere generatie kopers willen aanspreken. En ze zeggen het niet met zoveel woorden, maar daarbij moet je denken aan voetballers, popsterren en andere mensen die een jonge levensstijl en een hele goed gevulde portemonnee hebben. Maar als je echt goed tussen de regels door gaat luisteren, dan hoor je dat Rolls-Royce eigenlijk niet zo blij is met het feit dat jonge kopers wel zo'n auto willen hebben, maar ze vervolgens naar allerlei tuners en andere specialisten brengt om die auto wat dikker te maken, wat heftiger te maken. Ga maar na, voetballer Memphis Depay heeft zijn auto laten aanpakken, Afrojack heeft hetzelfde gedaan en freestyle skier John Olsen heeft ook zijn George net in ontvangst genomen, een compleet aangepakte Wraith. Dus al die lui kopen dus een auto bij Rolls-Royce, maar gaan vervolgens naar externe partijen om die auto aan te laten pakken. En daar zou deze Black Badge een einde aan moeten maken. Want volgens Rolls-Royce zitten dat soort aanpassingen al in deze auto zelf. Deze ervaring, die normaal gesproken alleen is weggelegd voor de lucky few, wil je toch delen met mensen die dat nog nooit hebben meegemaakt. Ja, Damian, hoe bestaat het dat jij als hoofdredacteur van Autoweek nog nooit in een Rolls-Royce gereden hebt? Ja, dat kun je je afvragen, inderdaad. Nou is het natuurlijk niet zo dat de Rolls-Royces bij ons elke dag op het parkeerterrein staan opgestapeld. Neem er maar eentje mee hoor. Wie neemt vandaag de Wraith? Ja, ik denk niet dat zo vaak komen die auto's niet. Nee, dus het is ook voor ons best een zeldzaamheid. Ja, tuurlijk, dat is het. Je komt ze ook op straat niet overal tegen. Dus het is niet heel groots wat we voortdurend over het hoofd zien of zo. Maar je hebt in al die jaren best een keer de kans gehad, denk ik, om het gedaan te hebben. Dus het heeft je ook nooit heel erg getrokken dan, denk ik. Ja, dat is inderdaad wat je daar zegt. Is wel, vind ik wel interessant, want Rolls-Royce, ik vind het een bijzonder merk met een hele rijke historie. En het staat voor heel veel luxe en pracht en praal. En toch, mij persoonlijk, doet het niet zo vreselijk veel eigenlijk. Waar zit dat hem in dan? Ja, waar zit hem dat in? Omdat ik associeer Rolls-Royce met, associeer ik nog wel met, zeg maar, oudere heren met sigaar en een rode broek. Tweedjasjes. Dat soort dingen. Klassiek. Beetje die klassieke Engelse stijl. Een jachthond en dat soort dingen. Maar daar heb ik ook allemaal niks mee. Maar met dat imago moet deze Black Badge dus juist echt korte metten maken. Ja. En hoe bevalt de eerste ervaring in zo'n Wraith Black Badge dan? Nou, eigenlijk wel. Ik vind het eigenlijk wel een hele fijne, prettige auto. Hij is wel, je rijdt wel op een wolkendek, vind ik. Maar als je gas geeft, dan gaat het ding wel als een gek springt hij naar voren. Dat vind ik wel goed eigenlijk. En als je naar het uiterlijk kijkt van de auto, ja, dat is toch wel even anders dan, zeg maar, de klassieke statige Rolls-Royce. Ze hebben met al die zwarte details en die wielen en zo, maken ze er toch wel iets van, echt wel voor een andere generatie. Daar zie ik geen tweedjasjes bij, zeg maar. Het is net even een wat duisterder randje, hè? Ja. Ik denk dat inderdaad een jongere doelgroep die ook het geld op een heel andere manier verdiend heeft. Generaliseer natuurlijk wel. Ja, heerlijk. Maar, dat wel meer aanspreekt. Maar het is, als je ermee gaat rijden, niet echt een auto die een jongere doelgroep lijkt aan te spreken. Het is inderdaad nog steeds allemaal heel licht en afstandelijk. Ja. Rustig. Ja, maar ik denk dat rijgedrag, zeg maar,
die ook voor die mensen niet in de eerste plaats is wat de auto aantrekt. Hè. Het is dat, dat beeldje wat daarvoor op staat, mm-hmm. de Spirit of Ecstasy, dat doet natuurlijk wat. En de merknaam Rolls-Royce. Daarmee kun je natuurlijk wel goede sier maken overal. En het gaat meer om de buitenkant dan om het rijgedrag, is mijn ja. Ik denk dat je daar echt absoluut een punt hebt. Ja. Maar inderdaad, wat jij net zegt over die... Het gaat allemaal om de uitstraling. Ik heb nog nooit zoveel duimpjes en bewonderende blikken gehad in 2 dagen tijd. Dit is natuurlijk best een zeldzaamheid op de wegen. En mensen kijken om en trekken hun camera tevoorschijn en zo. Dus ik denk dat als je Memphis Depay bent of een Afrojack, dat dat ook de reden is dat je zoiets wil hebben. En ja, dan is een extra sinister uiterlijk wel begrijpelijk. Ja, en wat ik opvallend vind aan de auto aan de buitenkant is, ik ken hem natuurlijk alleen maar van de plaatjes. Hij is echt enorm, is hij. Het is een hele grote auto, dus zeg maar... De lijnen doen ook heel groot aan als je hem ziet gaan. Het is, dat is heel apart. Het is de meest elegante, doch imposante vrachtwagen van Nederland. Ja. Ja. En wat nou een van de redenen is dat de kopers van een Wraith of een Dawn of een Ghost hun auto naar tuners brengen, is dat die auto meer geluid moet gaan maken. En deze Wraith heeft daar een voorziening voor. Moet je even het knopje low indrukken? Low. Ja? Ja. Dan gaat het uitlaatsysteem meer geluid maken. Ik ben heel benieuwd of je het verschil merkt. Oké. Okay. Ja, lichtelijk, hè? Een heel klein beetje verschil. Ja. Maar is het ook wel zo dat deze auto nog het uitlaatsysteem van het 2017 modeljaar heeft? Volgend jaar krijgt hij een ander uitlaatsysteem. Heeft hij niet 2 pijpen aan elke kant, maar 3 pijpen aan elke kant. En dan zou hij nog meer lawaai moeten gaan maken. En dat is blijkbaar wat de jongere koper wil. Ja. Dus dat. Nou, dat kan ik me wel voorstellen. Vorige week reed ik met een Jaguar F-Type. En als je ziet wat een bak herrie daaruit komt... Dan is dit natuurlijk, vind ik het top. Blijft het, ja, low of niet, blijft het bescheiden. Ja, dat is een hele andere Britse belevenis, hè? Ja. Dit is compleet op de achtergrond en het blijft eigenlijk een soort van timide. Ja. Nou, zeg ik wel eens dat er niks zo snel went als luxe. Ja. Hoe is het na een paar minuten? Ik moet je eerlijk zeggen, ik heb me in de hele luxe van de auto nog niet echt verdiept. Maar ja, ik denk dat je gelijk hebt. Want je gaat alles voor lief nemen. Want alles, juist omdat het zo luxe is, is aan alles gedacht en alles gaat vanzelf. En, dus het is altijd een prettige atmosfeer. En ja, je kijkt naar de mooiste materialen. Ja, je zou niet anders willen. Een compleet moeiteloze ervaring dus. Ja, ja. Echt alsof je op een wolkendek rijdt. Amen. Ja, voor zijn rijgedrag koop je een Rolls-Royce Wraith absoluut niet. Er zit geen greintje sportiviteit in en hij is ongeveer zo wendbaar als een Range Rover. Maar daar gaat het niet om, hè, bij deze auto. Alles draait om zien en gezien worden. En daarom denk ik dat dat hele verhaal van Rolls-Royce over Black Badge best wel hout snijdt. Er zitten inderdaad mensen te wachten op een onderscheidender uiterlijk. Maar mensen die dit soort auto's willen rijden, die gaan toch wel op zoek naar nog extremere vormen om zichzelf te onderscheiden van de massa. Dus zo'n Memphis Depay, een Afrojack of een John Olsen zullen denk ik altijd wel bij anderen blijven shoppen.